Radio Bergijk Radiomagazine. Radio Bergijk. Het radiomagazine van Radio Bergijk. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Dames en heren, goeiedag. Ik zit eigenlijk met een soort, hoe noem je dat, dilemma. En dat wou ik eigenlijk aan u voorleggen. Het is namelijk de vraag of ik het een of het ander moet doen. Of ik links, als het ware, of rechtsaf moet. Of naar boven of naar onder. Ik sta als het ware op een soort T-splitsing. Waarin ik moet kiezen welke kant ik op ga. En daar wil ik graag uw mening over horen, uw tips over wat ik moet doen. Je kunt u inbellen of anderszins op de vraag dus wat ik met dat dilemma aan moet. Links of rechts, onder of boven. Goed, tot zover mijn persoonlijke problematiek. We gaan starten. En dat doen we met een reportage, want Peer is op reportage. En dan nu, de Radio Bergijk. Radioreportage op de radio. Goeiedag. Dit is Peer van Eersel met een van zijn regelmatige terugkerende radioreportages. Ik ben hier aan de... Excuus, dit moet je even uitknippen. Ted, dat was een kikkerbekeel. Ik ben hier aan de Nieuwstraat 8 in Eersel. Ik ben hier bij Sjaak Seelen. Ja. Sjaak Seelen, ik ben hier in de stal. Ja. Een varkensstal zoals er zoveel zijn. Ik mag Sjaak zeggen. Zeker. Ja, meneer Seelen, u heeft zich laten uitkopen. Ja, natuurlijk. Kijk, de veestapel moet gehalveerd worden. Nou, dan hebben ik en vele boeren met mij... hebben besloten ons te laten uitkopen door de overheid. En u ziet het nu. We hebben hier dus een enorme oude stal. Helemaal leeg. Er is geen varkentje meer te bekennen. Nee, hoeveel varkens had u hier gehuisvest? We hadden hier gemiddeld 17.500. En per jaar dan fikte er een paar duizend af en zo. Maar de tij is gekeerd, dat moeten wij toegeven. En we hebben besloten, dan gaat het roer ook helemaal om. En wij hebben ons hele leven gewerkt met onze kolenschoppen in het land en in de klei en in de mest en in de stront en in de beer en alles. En dan wil je daarna natuurlijk wel eens iets doen wat fijnere werkzaamheden zijn met diezelfde kolenschoppen. Ja, ik moet even zeggen, dit is voor de radio, dus ik schilder even het beeld wat we hier zien. Ja. Ik zie hier een kleine, ik schat zo 250... boeren. Je zit er heel dichtbij, 276 zijn het er. Het zijn 276 boeren. Hebben zich uit laten kopen. Ik zie, ze zitten op een krukje. Ja. En op hun knie zit een kleedje. Een kleedje, ja. En dan hebben ze naald en draad en kleuren en alles. En dan wordt er geborduurd. Dat gebeurt in gewichtsklassen. Het is wedstrijdborduren. Kun je je voorstellen dat een boer van 140 kilo... nou niet het kleinste gedeelte het eerste borduurwerkje zal afleveren. Dus boven de 100 kilo gaat het om het borduren van een rechte lijn op het kleedje. Maar in de bantam- en vedergewichtklasse, daar benaderen ze ook eigenlijk het fotorealisme in het borduren, ja. Nou, je ziet het, de mensen zijn uiterst geconcentreerd bezig. Puntje uit de mond, tussen de tanden en geniet er maar. Ja, dus... excuse, we kikker in je keel. Ja, dat moet je er even uit knippen. Ook die opmerking van Jacques Seelen over die kikker, want daar heeft de luisteraar verder niks mee van doen. Dit boerenborduren, de boerenborduren, zo heet het ook. Ja. U gaat mij... Meneer van de techniek. Ja, goed, u gaat mij wat werkjes laten zien. Ja. We lopen even langs wat borduurboeren, boeren, boerenborduren. Daar lopen we langs, ja. Het zijn boeren, borduurboeren. Ja, boeren, precies. Ja. Borduurende boeren. Ja. Hier hebben we Fons Rutte. U ziet het, die is boven de 100 kilo, dus die is bezig met het rechte lijntje. Die kolenschoppen die kunnen dat naaldje natuurlijk. Dat is, dan lopen we even door. Dan komen we hier bij het bandtalbewicht.
En nou, hier bijvoorbeeld is iemand bezig. Jo Bijk. Jo Bijk is een beetje ons paradepaardje. Die heeft hier de complete Rotterdamse haven. Fotorealistisch geborduurd op een zo'n doekje, wat jij dan zei, dat staat, maar dan van 4 bij 4 meter. En dat is een soort luchtfoto? Het is een luchtfoto, panoramisch. Ja, dat wordt een hele grote, ook internationaal, denk ik. Nou, geweldig voor dit initiatief. Ja. Wij laten de boeren nu rustig verder borduren. Ja, tot 11 uur 's avonds zijn ze hier gewoon onder de pannen. En die stal, ja, er hangt nog een luchtje, dat is natuurlijk zo. Maar je ziet ze genieten, dat is het. En er wordt natuurlijk een glaasje bij gedronken. Er staat hier buiten een oude gierwagen. Die is gereinigd van binnen. En die is helemaal volgetankt door Beeks met afslagjenever. Nou ja, geweldig. Geweldig voor het initiatief. Ja. En voor, heel veel succes jullie allemaal. Ja, dankjewel. Ja. En nou, dan ga ik weer. Nou, goed. Ja, nou, als die kikker uit je keel is, kun je gerust nog eens een keer komen. Misschien eens een steekje wagen. Nou, dat laat ik me zeker een keer wel gevallen. Ja, nou. Voorzichtig. Ja. Je bent in een borduurwerkje zitten. Dat was een borduurwerkje waar de naald dan zo in verstopt zat. Oh ja, ja, ja. Omdat iemand halverwege geen zin meer had. Nee, precies. Nou goed. Dag. Dag hoor. Radio Bergijk, het radiostation voor Bergijk. Gevonden voorwerpen. Gevonden voorwerpen. Bent u iets kwijt? Misschien heeft iemand anders het gevonden. Ja, dames en heren, het is zo. Ik ben dus een paar jaar geleden via een uitwisselingsding heb ik een maandje of 3 in Nepal rondgelopen. En daar ben ik op enig moment naar mijn varivocale bril, die ik echt nodig heb voor het lezen op afstand en het verzien van dichtbij. Die bril heb ik ergens laten liggen daar. Nou is mijn vraag of iemand in Bergijk hem toevallig gevonden heeft. Want ik mis dat ding heel erg. Ik weet al een paar jaar geen raad eigenlijk. Ik lees alles verkeerd. Autorijden is levensgevaarlijk. Maar die bril moet dus nog ergens in Nepal liggen, tenzij iemand in Bergijk hem gevonden heeft. Het was een zwarte montuur. Een vrij sober montuur. Merkloos was het montuur, als ik me goed herinner. Verder geen specifieke details die het van een andere dingen zouden onderscheiden. Behalve dus dat de glazen varifocaal zijn. Dus, als er luisteraars zijn die zeggen, verrek, weet je nog, dat ze dat tegen elkaar thuis zeggen. Weet je nog dat jij daar in Nepal die bril toen in je rugzak hebt gestopt en dat je dacht, nou, stel dat iemand in Bergijk hem kwijt is, dan hebben wij hem gevonden en dan kunnen. Nou, dat moment is nu aangebroken. Dus u kunt de bril desgewenst bij Radio Bergijk zelf afleveren. Zwart montuur, laatst gezien, iets onder Kathmandu. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Dames en heren, u heeft natuurlijk de afgelopen maanden in de Eikelbergen allemaal gevolgd wat de gevolgen zijn van, laten we zeggen. Het is altijd leuk om hier te zitten. Ja, fijn. Ik kondig je zo aan. Ja. Dus, ja. Nee, ik mag. Ik introduceer het onderwerp eerst, dan introduceer ik u. Meneer Stolmerk, u hoort mij niet. Ja. U hoort mij niet. Oké. Okay. U heeft het allemaal gevolgd natuurlijk en om u heen zien gebeuren. Waar is dit knopje voor? Dat is niet voor u. Nee. Dus daar even af blijven gaan. Waar was ik? Oh ja. Om het heel even poëtisch te schetsen. De varkensstal verdwijnt langzaam uit het landschap.
En dat doet natuurlijk iedereen pijn. Maar ja, van de overheidswegen en van boven de grote riolen hebben. Goed, er hebben dus mensen zich, die varkensboer waren, hele generaties lang, die het bijltje erbij hebben neergegooid. Omdat er een... Heeft u mij al aangekondigd? Nee, ik ben het onderwerp nu aan het aankondigen. Ach, nee, ja. ik wacht rustig. Ja, ja. En dan krijg je die mensen... knopje, dat nee, is niet dat voor is mij. Niet voor u. Goed, dus er zijn al een heel aantal van onze Bergrijkse Vrachtse boeren die hebben geprofiteerd of, van de warme sanering, zoals dat heet. En een flinke geldbedrag hebben opgestreken voor het stoppen van hun varkenshouderij. Nou, bedrijfsbeëindiging. Bedrijfsbeëindiging. Goed, maar aan de tafel zit meneer Harry Heesters. Ja, dat ben ik. Graag geziene gast. En die heeft er zo zijn gedachten over, want hij vindt dat eigenlijk... Het feit dat alleen de varkensboeren in aanmerking komen voor de warme sanering. Hij vindt eigenlijk dat heel Bergrijk in aanmerking komt voor warme sanering. Dat is Harry Heesters. Hartelijk welkom, Harry. Leg even uit wat jouw standpunt nou is. Nou ja, een van mijn motto's in het leven. Ja. U kunt mij als niet Harry Heesters... Niet aan het knopje. Nee, dat is niet voor mij, dat knopje. Yes. Dus, maar goed, als je weet dat iets niet mag, dan wordt het altijd een beetje aantrekkelijk. Ja, tuurlijk. Maar dat is natuurlijk... Handjes. Ja. Nee, ik doe niks. Dat goed. Knopje is niet voor mij. Nee. Maar ik heb het over als er bij bedrijfsbeëindiging en een warme sanering. Ja. Dat boeren die hun varkens in de wil gehangen, ja. Dat die dan beloond worden met 6 à 7 ton ja. euro's. Ja. Dan komt mijn levensmotto van het billijkheidsprincipe om de hoek kijken. Oh. Dat ik zeg van, ja maar, de meeste boeren hebben niet eens gekozen om ooit boer te worden. Dat is van vader op zoon. Ja. Dus ik heb ook nooit gekozen om geen boer te worden. Nee. Dus waarom krijg ik geen 6 à 7 ton als ik aan bedrijfsbeëindiging ga doen? Ja. Nou heeft u zelf geen bedrijf op het moment, dus nee. Dat is een beetje een probleem. Nee. Dus waar zou u dan de subsidie voor... Het gaat mij om het principe, oh, juist. Meneer Sporenwijk. Juist. Het gaat mij om het principe. Het is geen egoïstische... Nee, egoïsme is een term die ik ver van mij gooi. Het is oneigen aan uw gesteldheid. Dat is ja. Nee, Harry Heesters en egoïsme zijn twee onverenigbare grootheden. Juist. En als u dan zegt, nou ja, laten we Bergrijk beschouwen als een bedrijf op zich... En dan geven we dus als het ware het bedrijf Bergrijk op. En daarmee heeft iedere bewoner van Bergrijk voormalig... Nee, ik heb het over mezelf. Oh. Ik zeg gewoon, ik als Harry Heesters kan ook aan warme sanering doen. Ja. Aan bedrijfsbeëindiging. En waarom krijg ik geen 6 à 7 ton? Ja, maar u heeft geen bedrijf op dit moment. Nee, ik heb geen bedrijf. Nee, dus u komt niet ernaar. Maar ik zit altijd wel vol met initiatieven. Ja, goed, maar dat is... Maar ik ga erover komen vertellen hier bij de Radio Bergrijk. Dat hebben we proefondervindelijk... Dus als ik nu stop, ik wil ook warme sanering. Ja. Ik moet bij warme sanering altijd denken. Laatst was ik in mijn overall was ik een paaltje aan het slaan in de tuin. Ja. En plotseling moest ik een grote boodschap. Ja. Wie niet? Dus ik hurk even. Ik doe die overall uit. De mouwen uit. Ja. En ik doe hem zo naar beneden. Ja. En ik ga even zo met mijn rug zo zitten om even die grote boodschap achter te laten. Had u wel goed gezorgd dat... En toen daarna was ik opgelucht. Ja. Denk ik kan weer verder met het paaltje in de grond slaan. En dus ik ga weer met mijn armen in die mouw. En u trekt de hele warme saus over uw rug heen. En toen dacht ik meteen, dit is dus een soort warme sanering. Ja, maar daar stond geen geld tegenover. Nee, daar stond geen geld tegenover. Nee. Goed, u had dus een langzaam afkoelend plakkaat op uw rug. En toen dacht u onmiddellijk, hey, hier zit wat in. Mijn kans op 6 à 7 ton. Ja, ik moest gelijk denken, oh ja, warme sanering, daar hebben we een warme rug van. Ja. Die wel snel afkoelt. Gaat snel, hè? Ja, mijn vrouw heeft het er later wel een beetje mee. Met kots is dat ook. Kots koelt ook heel snel af. Ja, maar goed, daarom dacht ik meteen van, waarom dat een gewone bergeikenaar, zoals Harry Heesters, zich niet kan melden bij het loket warme sanering en ook kan zeggen, ik stop en mag ik even vangen. Ja, dus... Zonder dat egoïstisch te bedoelen. Nee, dat spreekt voor zich. Dus wacht even. Het is uit het principe. Precies. Het billijkheidsprincipe. Ja. Dus wacht even. Dus iedereen met een bedrijf in Bergrijk kan het opheffen. Ja. Niet iedereen. Want? Ja. Mis Wormwerk. Wat? Waar moet de gemeenschap dat van betalen? We zijn toch niet gek? Nee, ik maar bedoel dat gewoon komt, voor dat... mezelf. Voor Harry Heesters. Als ik stop. Ik wil een warme sanering. Juist. Ik ga mij niet om die andere bergeikenaren. Ah, het is ik niet om het principe. Juist. En dat het mij betreft. Toevallig. Dat ik het krijg. Toevallig. Omdat ik stop. Met iets wat u niet doet. Met iets wat ik niet doe. Maar ik ga er wel mee stoppen. Oh ja.
Zodat ik het milieu niet langer belast. Maar u wil niet dat er nu een storm loopt op het loket waar Massenering komt. Dat iedereen die ook maar een fietsband kan plakken en zegt... Nee, als ik stop in de gracht spring, dan springt heel weg uit in de gracht. Dat is toch van een logica. Nee, inderdaad. We wensen u heel succes met dit principiële gevecht. Ik ga nu naar de gemeente. Ja, wat u voert voor namens... Ik denk dat ik het helder kan uitleggen. Ik denk het ook. Ik ben halverwege de weg kwijtgeraakt, maar dat ben ik. Ik ben met andere dingen in mijn hoofd bezig. Daar gaat het nou niet over. Kijk, het gaat me om het principe. Juist. Dus, meneer Voorwerk, kleine tip voor de luisteraar. Ja. Als je in de tuin een paaltje aan het hakken bent, met je overal aan. En je moet een grote boodschap. Even naar binnen. Even de overal aftuipen, maar even tussen je benen kijken of het of goed ligt. Of niet de anus en de tuinbroek in een rechte verticale lijn. Juist. Heel goed. Nou, dat is een mooie bijkomende tip. Gratis tip. Mooie bijkomende tip van de heer Harry. Ik ga naar het gemeentehuis. Ja. Kondigt u mij af? Ja, ik kondig u af. Dit knopje. Nee. Ik sta hier in een rookwolk. En op de plek waar zojuist de heer Heesters nog zat. Ja, en er zit nu een kleine langharige tekkel op de plek van de heer Heesters. Die mij met van die droevige oogjes aan zit te kijken. Even je bek dicht, Heesters. Ja. Dan zit ik dus met een hond opgescheept. Kan iemand die hond opkomen halen? En ja, zit, lig, dood liggen. Godverdomme, waar is mijn luger? Waar is mijn luger? Ik pak mijn luger erbij. Zo. Daar is niks van over. Zo. Dat klapt uit elkaar. Nou, goed, Tetje. Wil je straks de muren hier even soppen? En dat klopje. Ik denk niet dat hier thuis hoort, eerlijk gezegd. Ik weet niet waarom je het hier neer hebt gezet, maar... Het is een knopje met consequenties, om het zo maar te zeggen. Dus laat dat knopje maar... Haal het maar weg als je de boel hier toch komt schoonmaken. Dames en heren, tot zover deze uitzending. Wat een smurrie. Radio Bergijk. Einde.